Oké, welkom. Naar aanleiding van een vraag van een student van het LOI. Even een filmpje over het maken van een activity diagram met pins. Ik moest even nadenken erin, want ik gebruik nooit BOEML om dat te doen. Maar ik wil altijd iets anders, gewoon tekenen of zo via een pen. En toch proberen we het even te doen binnen een paar minuten. Ik heb hem opgestart, BOEML. Ik moest even zoeken, want ik wist niet waar het was. Dus maakt niet uit, ik heb hem nu eenmaal. Dan project, nieuw. En dan krijg je natuurlijk een vraagje van wat wil je hebben. Natuurlijk, dan doe ik een even kijken waar ik moet staan. Marco, en dan BOEML. En dan nieuwe map. En dan doe ik het een voorbeeld. En dan scroll pin 2. Ik had nog een keertje eentje gemaakt, maar niet opgenomen toe. Oké, dan bewaar ik hem als een voorbeeld. Underscore pin 2. Ja, dat zal ik dan ook doen. Dingetjes, Java. Oké. En dan voeg ik een class view toe. Want je ziet dat hier geen, geen activity diagram. Tenminste, niet direct in ieder geval. Class diagram. Ja, noem ik gewoon maar. Class diagram. Lekker voor de rest niks meer gaan doen. En dan in binnen die class diagram krijg ik inderdaad wel nu die activity diagram te zien. En dan zie ik new activity. En dan noem ik dan gewoon activity. En in die activity kan ik een activity diagram maken. Oké, en dat noem ik natuurlijk activity diagram. En die kan ik openen. En dan krijg ik deze view. Nou, je krijgt natuurlijk een startmoment. Hè? Dat is die start van de activity of die nieuwe initial node. En daarbij ga ik een activity aan koppelen. Zo. En dan doe ik een activity. En die activity die wil ik gaan koppelen met die startnode. Dus om de workflow aan te geven dat die van links naar rechts gaat. Nou is de vraag van hoe kom ik dan aan die pin? Nou dat doe ik, is niet heel erg lastig, maar het is gewoon zoeken. En dat is het nadeel van dit soort programma's. En dan add pin. Oké, die doe ik dan gewoon pin in. En die staat hier dan de pin in. En die trek ik ietsje mee, zodat hij een beetje op de hoogte staat van de node. De startnode. Dan als ik dat wil gaan koppelen aan die twee, dan gaat dat dus niet. Dan geef ik een melding op. Can't accept control. Sorry. Not is control. Oké, en dat is dus het probleem met het pin ding. En dan ga ik rechtermuis erop en dan zeg ik oké, edit pin. En dan zie ik dat ik het in is en dan zeg ik dus de is control. Voor de rest geen idee wat het betekent, maar dit is het in ieder geval. Oké. Die. En ik heb dan dus de startnode gekoppeld met de pin. En die pinnen die lijken een beetje op eruit te zien als een processor. Dat heb je ook in de tekening heb je allemaal van die pinnetjes staan. Oké, en nu wil je natuurlijk ook dat er aan de andere kant ook weer iets uitgaat. Nou, dat kan ook dus blijkbaar. Add pin. En dan noem ik dat pin. Pin. Out. Oké, en dan zeg ik oké. Nou, pak je hem aan de linkerkant. Zie je, nou lijkt ook een beetje aan een technische schematie. Nee, een technisch schema van een processor. Nou, ik pak hem even op. Hij blijft dus plakken aan de ding. Ik zet hem aan de rechterkant, want dat is meestal de uitkanten. En dan pak ik, ga ik weer rechtklikken. Edit pin. En dan wordt het dus een out. En het is in control. Dan zeg ik oké. En dan kan ik daar eventueel weer een nieuwe activity aan hangen. Of bijvoorbeeld een eind node. Of een final activity. En dan ga ik er ook weer een dingetje aan tekenen. Dit gaat dus alleen maar als je dus in dat pin ding aangegeven hebt dat het een out is. Als je het pronk wat er ook een in hebt staan. Dan geeft hij niet aan van. Oh, je wil een oud diagram of alleen een oud pin hebben. Verander dan even in een oud ding. Maar dat doet hij dus niet. Hij geeft alleen maar dat het legal is. En waarom het legal is, dat mag je zelf uitzoeken. Oké, in principe is dit de basis van hoe je een pin gebruikt binnen een activity diagram. Oké, later.